Goeiedag, welkom op deze tweede paasdag, maandag, bij de nieuwe aflevering van Reactor. Speciaal natuurlijk voor tweede paasdag mijn jasje aangetrokken, maar dat heb ik ook gedaan voor mijn gast van vandaag. Dat is Twan van der Velde, postcommandant van de brandweer in Uden. Twan, goeiedag, welkom. Fijn dat je er bent, want jullie gaan een bijzonder evenement organiseren op 22 april, een open dag. Dat is natuurlijk mooi, de brandweer in de belangstelling, maar voor jullie heeft dat nog een extra doel volgens mij. Ja, het doel van onze dag is puur wervingsdag, om nieuwe vrijwilligers te werven die we ook nodig hebben om onze posten op sterkte te krijgen en ook te houden vooral. We gaan aan de mensen met FLO, die met 60 jaar gaan stoppen. FLO, help even, wat is dat? Functioneel leeftijdsontslag en mensen die gaan verhuizen. En ik heb nog iemand gezegd, ik heb 25 jaar gedaan, ik vind het mooi geweest, ik stop ermee Twan. En dan die blijven nog aan totdat we nieuwe mensen gewerfd hebben en opgeleid hebben. En dan kunnen we weer zo de post versterkt houden, dat we al 24/7 continu altijd paraat kunnen staan. Nou, daar gaan we dadelijk verder over praten. We gaan even met elkaar kijken naar de actualiteiten van de afgelopen dagen. AVEA wijst sinds 2016 passen toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. En hierdoor komt het voor dat u misschien iets meer betaalt dan uw buren. Daarnaast is het verschil in huurprijs veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid, met als doel om huren betaalbaar te houden. In toenemende mate ziet AREA dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner van hetzelfde type woning meer huur betaalt dan de andere. En daar wil AREA met de huurverhoging per 1 juli 2017 iets aan doen. Een belangrijke doelstelling is om de verschillen ten opzichte van de streefhuren te verkleinen. De streefhuren, dat zijn de percentages van de maximaal redelijke huur. Wilt u weten welke percentages er gehandhaafd worden of wat er misschien voor u van toepassing is? Kijk dan even op onze website. Van de actualiteiten terug naar de tafel van Reactor waar bij me zit Twan van der Velde, postcommandant van de brandweer in Uden. 22 april organiseert de brandweer een open dag op en rond de brandweerkazerne. Wat kunnen de mensen verwachten, Twan? We kunnen verwachten de werkzaamheden die we daadwerkelijk uitvoeren. Waar houdt dat in? Hulpverleningsactiviteiten, zoals we auto's openknippen, mensen te bevrijden uit auto's. Dat is ook interactie, daar kunnen de mensen ook aan deelnemen, om het te ervaren hoe dat werkt. Mogen ze dan in de auto gaan zitten of letterlijk ze mogen in de auto zitten, werk? Dat ze voelen van hoe dat op en neer beweegt en kraakt en piept, als ze zo mag zeggen. Maar je mag ook een brandpak aandoen en schoenen aandoen om zelf een deur te openen, om te gaan kijken hoe je dat ervaart. Mm-hmm. Dat willen we gaan doen. We hebben een container, een deurprocedurecontainer staan. Daar stoppen we rook in, die witte discotheekrook. Dat je niks ziet, een warmtebron wordt erin gezet, dat je met warmtebeeldcamera kunt zoeken naar die bron als je niks ziet in de rook. Ook te kijken of ze het aankunnen, geen claustrofobie hebben de mensen. Dan hebben we nog een flash-overcontainer, als er brand mocht zijn, dat er juist een mengverhouding tussen zuurstof en brandbare materialen is, dat er in één keer een grote brand komt. Dat laten we zien. Ook een wervingsfilm wordt er nog getoond die we gemaakt hebben. En een PPMO-baan, dat is een periodieke keuring die wij moeten ondergaan als brandweer, wat van hen verwacht wordt. E-learning, we hebben elektronische leerwerkondersteuning. Daar hebben we mensen bij staan die uitleg geven wat er van jou verwacht wordt. Want zou je brandweerman of brandweervrouw willen worden, dan wordt er verwacht dat je op de maandagavond in Uden komt oefenen van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. 1 dag in de week naar school te gaat, een cursus elders in de regio, wordt die een jaar lang gegeven, totdat je brand in de papieren geslagen bent. En die moet ik thuis leren. En dat wordt allemaal op die dag getoond, dat je weet waar je aan begint, voordat je ja zegt. Dat past volgens mij niet allemaal bij jullie op het terrein. Nee, klopt. We hebben langs ons tussen de leveringsschool en de brandweerkazerne hebben tot ons beschikking. En aan de achterzijde bij het politiebureau, de parkeerplaats, daar komt de jeugdbrandweer van Graven te staan. Die hebben we ook uitgenodigd. Het begint toch bij de jeugd. Hè. De jeugd heeft de toekomst. Absoluut. Als je 12 tot 18 jaar bent, zou je lid kunnen worden van de jeugdbrandweer, als dat op dat moment plek is. En dan zou je zomaar zo over kunnen stappen naar de volwassen brandweer, als ik het zo mag betitelen. Kan het een beetje geprikkeld worden alvast. Ja. Ja. Je had het net al even over dat wervingsfilmpje. Daar gaan we heel even naar kijken, want dat is een mooi filmpje van gemaakt voor nieuwe mensen te werven voor de brandweer. Hou jij van actie? Dan zoekt de brandweer jou. Ben je naast je eigen werk op zoek naar een spannende bijbaan en ben je minimaal 18 jaar, flexibel, sportief en werk je graag in een teamverband?
Durf jij het aan andere hulp te verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Dan is vrijwilliger bij de brandweer iets voor jou. Want Brandweer Brabant Noord zoekt nieuwe vrijwilligers / collega's. Wij bieden jou een hechte groep collega's, volledige betaalde opleiding tot manschap A, het werken met moderne brandbestrijdings- en redmiddelen en een vergoeding voor het oefenen en uitrukken. Ben jij die enthousiaste man of vrouw? Meld je dan nu aan. Nou, als ik zo'n filmpje zie, beste kijkers, dan krijg ik het altijd wel warm. Dat is wel mooi gezegd als je het over de brandweer hebt en je hebt het over vuur. Daar gaat mijn hart sneller voor kloppen. Twan, is het zo dat het bij heel veel mensen zeg maar, het hart sneller doet kloppen, de brandweer? Hebben jullie voldoende interesse voor de brandweer? Ja, we hebben behoorlijk wat interesse in de brandweer. Mensen heel veel die interesse hebben. Alleen waar wij naar kijken, het moet een teamplayer zijn, het moet een team passen en je moet echt iets voor elkaar over hebben. Mm-hmm. En die drie componenten, dat maakt het vaak al makkelijk om te kunnen beginnen. En dan is de beschikbaarheid nog ook van belang. En wat bedoel je daarmee? Ik kies liefst mensen die overdag ook weg kunnen van de werk en die in Uden wonen. En ook Uden werken, dan heb ik een volledige beschikbaarheid. Dat gaat niet altijd, we moeten ook steeds meer maatwerk leveren binnen de brandweerorganisatie. Dus ook zo zomaar kunnen de mensen overdag niet beschikbaar zijn, maar wel 's avonds en in de weekenden. Nou, als we daar een matching kunnen vinden, dat we een paar mensen aan kunnen nemen die overdag altijd kunnen en ook een paar mensen die s'avonds alleen maar kunnen, dan zouden die ook voor elkaar de diensten kunnen draaien. Mm-hmm. Want we hebben in Uden drie ploegen. Het is niet zo dat je altijd dienst hebt. We hebben een ABC-ploeg bij de brand Uden zitten. En die draaien van de maandagmorgen 6 uur tot de volgende week maandagmorgen 6 uur dienst. En als je dan op die week dienst hebt, dan wordt ook een alarm gegeven waar je altijd verwacht dat je opkomt. En kun je niet, dan kun je altijd ruilen met andere mensen die dan geen dienst hebben. Hmm. Oftewel, heb je nog privé aangelegenheden, kun je toch daar een deel nemen en dan komen andere mensen weer op. Zo maar ja, het legt altijd toch een behoorlijk beslag op jouw vrije tijd. Het is vrije tijd, maar het is ook een hobby. Hmm. En mensen zien het ook vaak als een hobby wat ze heel graag doen. Je zegt wel zo uit, mensen met wie je omgaat, word je besmet. De virus hebben we ook bij de brandweer en ze vinden het altijd prachtig om te doen. En als ze een uitdruk missen, dan is het altijd erg jammer voor die mensen. Ja, want ze willen er graag bij zijn. Ja. Absoluut. En daar doen ze ook de best voor om diensten te draaien en te ruilen. Als de alarm gaat, des te bij zijn. We hebben ongeveer 200 uitdrukken op jaarbasis in de gemeente Uden, iets meer. Dus zou het ongeveer dat je vier keer per week opgeroepen wordt. En wat zijn dat dan de oproepen? Zijn dat merendeel zijn dat branden of is het toch tegenwoordig meer hulpverlening? Het is eigenlijk bijna 50-50%. Eerst was het weer meer hulpverlening de laatste jaren. Er is enorm veel verkeersmaatregelen genomen dat we minder ongelukken hebben, waar mensen bekneld raken gelukkig. Het is van liftopstuiting tot een buitenbrandje, tot een containerbrand, tot ja, van alles wat ja, de mensen niet aankunnen. Nee. Daar worden wij van gealarmeerd. Ja. En is het nu zo dat er alleen mannen bij de brandweer terecht kunnen of staat het ook open voor dames? Absoluut. Vanaf 18 jaar staan wij open voor mannen en vrouwen die interesse hebben als ze hun profiel voldoen. En ze hebben interesse en ze vinden het werk leuk als ze komen kijken. Van de lijkt me wat, dus spreek ze aan. In de kantine hebben we formulieren liggen waar ze het allemaal in kunnen vullen en hun interesse kenbaar kunnen maken. Ja. Dan worden ze later uitgenodigd in de maand om dan kennis te maken en nog verder uitleg te geven wat het allemaal inhoudt. En houden jullie waarschijnlijk ook een soort sollicitatiegesprek met eventuele kandidaten? Ja, we gaan eerst als ze komen, komen ze op een avond de ladderwagen beklimmen. Dat is 30 meter de lucht in. Kijken dat of moet je allemaal kunnen? Ja. Als ze hoogtevrees hebben, we krijgen een ademluchtbaantje waar ze een masker op krijgen en in donker lopen. Kijken of ze geen claustrofobie hebben. We gaan sporten in de sporthal. Kijken hoe de conditie is met een bepaalde parcours wat erin zit. Waarin binnen een bepaalde tijd afgelegd moet kunnen zijn. En dan daarnaast ze dan nog steeds interesse hebben en ze voldoen overal aan, dan krijgen ze een gesprek. En dan hebben we ook nog vaak wel eens een gesprek met het bedrijf waar ze werken. Want dat moet ook ermee instemmen mm-hmm. voordat wij iemand aan kunnen stellen. Ben je verplicht als werkgever om daar tijd voor vrij te maken of niet? Niet verplicht, maar als we ooit uitleggen hoe het allemaal in zijn werking gaat. Heb je bijna een morele verplichting als werkgever? Heb ik eigenlijk nog geen negen ontvangen, dat klopt. Nou, sporten, dat moet je inderdaad, en je moet fysiek moet je in orde zijn bij de brandweer. Dat moeten ook de mensen, de jongens en de meiden van FC Wiels in Erp.
Want die stapte op de pedalen. Dat is iets anders dan klimmen in een ladderwagen. Maar wij namen even een kijkje bij Wheels in Erp. De fietscrossclub FCC Wheels uit Erp heeft de eer om eind april de derde en vierde ronde van het EK te organiseren. Ja, dat zijn de BMX-competitie zeg maar, voor de eindronde. Die bestaat uit 9 voorrondes. Wij in Zolder is ronde 1 en 2 geweest. Wij hebben 3 en 4. En zo gaan we een beetje Europa door, totdat de ronde 10 zou je kunnen zeggen. Dat is de eindronde en die is dit jaar in Bordeaux in Frankrijk. 2 jaar geleden organiseerde de club uit Erp al de eindronde van het EK. En daarmee zetten ze de BMX-sport al goed op de kaart. Ja, die 2015e eindronde EK, daar heeft natuurlijk ook FCC Wheels goed gedaan in een stuk publiciteit. Omdat je dan toch de regionale pers vrij veel aandacht gehad hebt. Ook een stukje landelijke pers. Zo'n wedstrijden die worden livestream uitgezonden. En ja, dan krijg je toch een stuk bekendheid. Doordat kinderen ook vaak op internet zeg maar, gaan kijken naar spectaculaire sporten. En dan komt BMX vaak wel langs. En nou, dat geeft wel een stukje publiciteit natuurlijk. Gaat de eindronde nog een keer plaatsvinden hier, denk je? Ik hoop het wel eerlijk gezegd. Want het is toch echt een fantastische wedstrijd om te organiseren ook. En dat geeft inderdaad een stuk, hoe kun je het zeggen? Je zet daarmee je vereniging zeg maar op de kaart. Om het zo maar te zeggen, dat je dus echt een publiciteit mee kunt halen. En het is gewoon goed voor een vereniging om de BMX-sport op die manier ook een stukje extra te kunnen stimuleren en te promoten. En in die zin zouden we best de eindronde wel weer een keer willen organiseren. Maar dat zal dan waarschijnlijk toch niet zijn voor 2019 of later. Van de fiets terug naar de brandweer in Uden. 22 april, een open dag bij de brandweer in Uden. Vooral gericht ook om nieuwe mensen te werven voor het mooie, beroep is het niet, maar een mooie hobby als brandweerman. Twan, is dat voor de laatste keer nu op het huidige terrein bij het politiebureau? Ja, de laatste keer op de Leeuwriksweg 4 het organiseren. Het is van 10 tot 4 de dag. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Mochten wij mensen aan kunnen nemen, dan duurt de opleiding tot een jaar, tot 2 jaar, net wat ze allemaal gaan leren. En dan zal ondertussen, wanneer de opleiding klaar is, de nieuwbouw aan de Udesweg klaar zijn, waar momenteel de scharpskooi staat. En dan hopen we dat we een intrek kunnen krijgen. Het zou kunnen zijn dat we ook een ander gebied kunnen werven. We moeten altijd binnen 6 minuten uit kunnen rukken in de brand, okay. Bij de brand Ude. En als we daar op de Udesweg zitten, zou het ook zomaar kunnen zijn dat we mensen uit Volkel kunnen gewerven, die dan wel ook op tijd kunnen zijn. Want dat is een vereiste. Je moet binnen 6 minuten moet je op de kazerne kunnen. Ja, wij zijn nu 4 minuten weg. Dat is de gemiddelde tijd van de brand te Uden. Maar als we binnen 6 minuten niet uit kunnen rukken, gaat er een andere post nabij Uden rijden. Okay. Dat is zo regionaal afgesproken. Want het is nu zo dat je nu in het centrum zit. Je zit vrij centraal. Ja. Natuurlijk wel druk waarschijnlijk om er eruit te komen. Absoluut. En wordt dat dadelijk beter aan de Udense weg? Gezien waar mensen wonen. Het is al een tijdje bekend dat we naar de Udense weg gaan verhuizen. Mm. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb toch 7 vrijwilligers die al verhuisd zijn. Omgeving van de nieuwbouw zijn, om toch straks ook op tijd te kunnen zijn. Geeft toch ook iets aan hoe fijn ze het bij de brandweer vinden? Dat doet me heel erg goed, absoluut. De teamplayer wat ze zijn, hoe fijn ze het vinden. En om hun hobby niet kwijt te raken, maar ook, het is ook een geweldig team om in te mogen werken. Daar ben ik ook zeer trots op dat ik er van deel uit mag maken. Ja. En jullie kijken uit waarschijnlijk ook naar die verhuizing, naar die nieuwbouw van die brandweerkazerne aan de Udenseweg. Ja, absoluut. Ja. Dan zit u iets ruimer in ons jasje, dat is erg prettig. Ja. Kunnen mensen tijdens de open dag ook nog binnenkijken in de kazerne? Ja, alles is open. We kunnen in de kantine komen kijken, in de remise, de stallingsruimte, kantoren. Rondom alles is open. Nou, wordt zeker een hele mooie dag. 22 april bij de brandweer in Uden. Mag u allemaal gaan kijken. En als u interesse heeft om eventueel bij de brandweer te komen, dan kunt u zich melden daar bij een van de vele mensen die daar ongetwijfeld rond zullen lopen. Twan, bedankt voor jouw komst hier naar de studio en de uitleg over de Udense brandweer. Graag gedaan. Heel veel plezier ook tijdens jullie open dag. En ik hoop voor jullie op veel nieuwe vrijwilligers. Veel aanwas. Je zult het horen. Goed zo.
En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Reactor. De volgende keer dan zit mijn collega hier weer. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!